Oké. Okay. Ja. Jij zoomt niet in en uit in zo'n interview. Hoezo? Oh. Doe dat zelf wel. Okay. Nog één vraag. Wordt mijn hoofd niet afgesneden? Oké, okay, kunnen we het even overdoen? Overdoen? Ja. Is dat over onzin? Je gaat er in het echte leven ook niet iets overdoen. Dat hoort er niet bij, dat overdoen. Dat denken heel veel filmmakers, maar het is gewoon belachelijk om dingen over te doen. Ik doe in ieder geval niks over. Moet de kijker niet weten waar dit allemaal over gaat. Kan ook met de voice-over, toch? Heeft hij een voice-over dan? Ik weet niet. Het is januari 1993. Ik ben afgestudeerd communicatiewetenschapper en werk als vrijwilliger voor het Amsterdamse Studenten-TV. Ik kijk naar de televisie en zie het programma Buren. Wie is toch die man met die zeurende stem die dit programma maakt? Vertelt u maar eens wat er aan de hand is. Maar geef je in een woedeaanval ook niet iemand zelfs een klap? Maar u heeft dus overwogen om de zaak in de brand te steken. Dat heeft u niet gedaan. Heeft u nog andere dingen overwogen? Hij zegt, hij wilde hier die fundering komen maken, maar u liet hem niet toe. Die planten die u hier voor het raam heeft... Die vindt de buurvrouw zo lelijk. Dus u zit hier omdat de buurman op uw zijs is gevallen. Daarvoor zit u hier. Ja. Er staat kutwijf. Ja, nou, ja. Bedoelen ze u daarmee? Ja, dat ben ik. Bij de aftiteling lees ik zijn naam. Frans Bromet. Ik bel hem op en vraag of ik stage bij hem mag lopen. Hij nodigt me uit voor een gesprek en 2 weken later mag ik voor hem gaan werken. Bromet is op dat moment nog voornamelijk cameraman die werkt voor andere regisseurs zoals Frank Scheffer. Je was nog niet zo ver volgens mij, maar ik kwam de assistent van Frans. Was het niet een soort camera-assistentie-achtige taak? Mijn taak bestaat eruit de filmrollen te wisselen. David met Frans Bromet. Je kan mee naar Parijs. Vertrek maandagochtend, dus bel mij even vanavond om precies af te spreken. Tijdens de stage stuit ik al gauw op een contradictie in de persoon Frans Bromet. Meestal is het een vriendelijke, misschien zelfs warme man. Maar als ik een fout maak, is hij hard en meedogenloos. Tijdens het draaien van een documentaire over de geschiedenis van de Nederlandse speelfilm ontstaat ons eerste conflict. Hij stuurt mij erop uit om een kwast te kopen waarmee ik de filmcassettes moet schoonmaken. Als ik terugkom met een kwast van de dichtstbijzijnde verfzaak, valt hij woedend tegen me uit. Je hebt een goedkoop rotkwastje gekocht. Om een cassette schoon te maken heb je gewoon een goede verfkwast nodig, een niet al te grote kwast. En dat spreekt vanzelf eigenlijk. En dan ga je niet met de een of andere blokwitter of weet ik veel waar je mee kwam. Want die laat haren los, ja. Dat moet je niet hebben. Dezelfde dag stuurt hij me naar huis als ik een van de geïnterviewden, Gerard Soeteman, na afloop van de opname lastige vragen ga stellen. Herinner je nog welke stappen jij vervolgens nam? Nee. Nou ja, je hebt mij ontslagen. Oh ja? De stage is na 4 weken voorbij. In de jaren daarna wordt Frans een succesvolle programmamaker en ik blijf met grote bewondering naar zijn werk kijken. In november 2007, bijna 15 jaar na de stage, begin ik aan een film over mijn leermeester. Even de post toenemen. Tijdens het interview? Oké. Zijn die lampen zo goed opgesteld? Dit licht? Ik vind het een beetje overdreven en een beetje esthetisch. Dus zacht licht voor en een klein tegenlichtje om hier wat
glimmers te krijgen. Ja, mag dat niet? Ik vind het een beetje ouderwets hoor. Ja. Hoe had ik hem dan moeten opzetten? Nou ja, dat is aan jou. Ja, hoe had jij het gedaan dan? Ik zou helemaal geen licht neergezet hebben. Ik film al wat zonnelicht. En statief? Ja. Statief gebruik ik ook niet, nee. Als ik nu bijvoorbeeld opsta, dan ben je me kwijt. Want jij zit vast op een statief. En je kan niet reageren op de dingen die gebeuren. Ja, waarom zou je opstaan? Nou, waarom zou ik niet opstaan? Ik zit toch niet vastgebonden aan de stoel? Oh. Oké. Okay. Hoe vind jij dat er een film over je wordt gemaakt? Nou ja, je kan over iedereen een film maken. Maar hoe vind je het? Ik vind het oké. Is het neutraal, niet leuk, niet vervelend? Ja, het moet toch blijken. Dit is het eerste interview wat je maakt. En ik weet niet hoe vervelend het wordt. Ik las laatst op een of andere chatsite waar ze het even over mij hadden. Van ja, het is wel een man met eigenzinnige ideeën. Maar ja, hij lijkt toch een beetje op Louis van Gaal. Want hij denkt dat hij zelf alles het beste kan en wat een ander doet niks is. En misschien ben je daar ook uit. Zijn er vragen die je niet zou beantwoorden? Waarom? Waarom vraag je dat? Ik vraag me af wat de grenzen zijn. Ja, dat komt van zoek de grenzen dan maar op, hè? Zou ik zeggen. Waar loopt de erfgrens? Daar zit de erfgrens, waar u nu staat. Maar die zeecontainers die staan vlak tegen de erfgrenzen. Daar zit de erfgrens. En waar loopt de erfgrens precies? De grens loopt hier door het midden. Zo, ja. In verlenging van die muur. Dus wat dat betreft moet u eigenlijk over hun terrein om uit uw garage te kunnen draaien? Ja. Zou u eens willen proberen om erin te rijden zoals het nu staat? Jawel. Tussen 1991 en 1999 maakt Frans Bromet 75 afleveringen van het programma Buren. In Buren behandelt Bromet burenruzies aan de hand van hoor en wederhoor. Gaat niet, hè? Jongens, dit gaat echt te ver. Die meneer krijgt zijn auto niet uit de garage. Heeft die meneer verteld hoe vaak hij de garage in en uit gaat? Ik ken niemand die beter twee verschillende verhalen, twee contrasterende verhalen, op een heldere manier tegenover elkaar kan zetten. Buren is daar een meestelijk voorbeeld van. Ik neem de telefoon op, ik zeg hallo. Dan wordt er tegen mij gezegd: jouw tijd is gekomen. Jij wordt vermoord. Ik zal jou zwarte kutje laten neuken. Dat is de stem van Oebele Pietersma. En toen zei ze door de telefoon heen, er was een vrouw die was in verwachting. Ze zegt van, ik steek je vrouw dood en met je kind in je buik. En dan heb je hoornummer opgegooid. Als je de ene partij interviewt, dan vertelt hij een heel geloofwaardig verhaal. En dan denk je dat de tegenpartij, dat het echt een soort duivels zijn. Totdat je bij die tegenpartij komt. En dan blijken het ook gewoon mensen te zijn met een geloofwaardig verhaal. En, ja, dat is heel wonderbaarlijk eigenlijk. Dit is de tuin. En dat is het huis. Nou, je ziet, we hebben het hier dik voor elkaar. Uitzicht op het weiland. In de verte kan je Amsterdam zien liggen. Kijk, dat gedeelte daar met die dakkapellen, dat is eigenlijk het huis zoals het was toen we hier kwamen. Toen was het een beetje de krappe kant en toen wilde ik een stukje aanbouwen. Maar de buren waren het er niet mee eens. Die buren waren het er niet mee eens. Die vonden dat ze te veel van hun uitzicht gingen verliezen. Mijn uitzicht is weg.
Ja. Ja, het is een stukje horizonvervuiling. Horizonvervuiling? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat vindt u nou van die mensen die uw boot uit hun uitzicht weg willen hebben? Nou, ik vind het een klein beetje hypocriet. Zij wilden het tot hier. En wij wilden het tot hier. En toen is op een dag de burgemeester gekomen en die heeft bemiddeld, zodat de uitslag was hier. 50 centimeter, daar ging het om. Maar de buurman had ondertussen een balkonnetje aan zijn huis gehangen, waarvan ik wist dat hij daar geen vergunning voor had. En toen we aan het onderhandelen waren, heb ik gezegd van nou, als wij niet verder mogen dan wat de buren aangeven, dan vind ik dat zij hun balkonnetje eraf moeten halen. Ik vond mezelf nogal genereus, want ik heb niet geëist dat de helft van het balkonnetje eraf ging. Dat zou pas redelijk geweest zijn. Hoe is nu de verhouding met deze buurman? Ja, goed. Wat is goed? Nou, dat we elkaar gewoon respecteren. En elkaar met rust laten. Dus beter kan je niet hebben, denk ik. Mogen wij u iets vragen? Nee, ik zeg ik doe niet mee in die grappen. Waarom niet? Met Caroline? Ja, hallo, met David de Jong. Ik maak voor de NPS een film over Frans Bromet. En ik vroeg me af of ik u daar ook voor mocht interviewen. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Mag ik vragen waarom niet? Nee. Nou, vertel maar. Vertelt u maar eens wat is hier aan de hand. Vertelt u maar eens wat er aan de hand is. En wat is hier nou precies aan de hand? Wat is hier aan de hand? Jij bent zo nieuwsgierig naar mijn verhouding met mijn buren. En je probeert de hele tijd te suggereren dat ik een ruziezoeker ben. En er is met de buren hier ook wel het een en ander aan de hand. Hallo, ik maak een film over uw buurman, Frans Bromet. Zou ik u daar iets over mogen vragen? Dat lijkt me niet verstandig. Oh. Ik zal maar heel snel van het pad afgaan. Misschien dat ze opgestookt zijn door de buren aan de andere kant. Het is één complot, die werkt allemaal samen. Wie werkt samen? Zij gedaan. Ja? Zij heeft er opgestookt? Zij hebben opgestookt. Ja? Ja. Die werken allemaal samen om u een poot uit te draaien. Ja, ja. Ja, dat kun je stellen. Zo kun je stellen. Die buren zijn boos op mij sinds ik hier ooit stond met Rick Saal. Ja, de laatste twee afleveringen van Saal over de vloer was Saal die ging bij Bromet over de vloer met cameraman Onno Krijnen. En Onno die zou een beetje op zijn Frans Bromet achter gaan draaien. Dus die ging natuurlijk ook naar buiten kijken. En toen zat onze buurvrouw, die zat toen in de tuin te zonnen en die zat topless. Je zag geen tepel, maar je zag wel de borst en dat ze er iets van af aan het halen was of zo. Dat is een pluisje, ik weet niet precies wat dat was. En ja, voor zover ze iets deed, was het hoogstens dat ze hier ergens een pukkel zat uit te knijpen. Maar... En die mevrouw heeft dat gezien op AT5. En die vrouw werd woest. Maar zij heeft vanaf die dag eigenlijk altijd gedaan alsof ik die opnames gemaakt had. Hallo. Ik wil het niet meer. Oh. Mag ik het misschien vragen, want ik maak een film over Frans Bromet. Ja, dat interesseert me geen lor, die man. Wat zegt u? Die man interesseert me geen lor. Oh. En ik wil ook niet door zijn bedrijf gefilmd worden. Ik ben nog niet aan het filmen, nog wel. Nee, maar ik ben niet van zijn bedrijf, ik ben van de NPS. Het interesseert me niet waar ik van ben, ik wil niet gefilmd worden. Bent u nog boos op hem? Ja. Ik ben nog steeds boos op hem. Ik kan alleen één ding zeggen, het is een man die volgens zijn eigen ideeën alleen rechten heeft en een ander heeft plichten.
Ze was woest, ze bleef woest en ze is nog steeds woest. Ja, die borst van die mevrouw hebben we digitale blokjes opgezet. En sindsdien noemen wij die vrouw buurvrouw Blokje. Mevrouw Blokje of buurvrouw Blokje. Of, ja. Hoe zou jij het vinden als je in je eigen tuin zit en je een puisje uitdrukt en mensen dat op de buis brengen? Ja, ik zou erom lachen. Wat is nou de big deal? Je mag mij ook filmen als ik op de wc zit. En ik wil ook niet dat mijn huis gefilmd wordt. En ik wil niet op mijn terrein dat er gefilmd wordt. En ook niet op mijn grond. Ook niet in mijn tuin. Nu ben ik op meneer zijn terrein. Mag ik nu verder praten met meneer? Als mijn huis en wij er niet op komen, ja. Ik wil mijn huis niet op. Ja, maar ik ben vrij om hier te filmen wat ik wil. U heeft geen enkel recht om mij te verbieden om uw huis te filmen. Dat is privé. Allemaal privéterrein. Ja, het is privé. Ik wil wel even dat u dat weet. Wat een verschrikkelijk etterwijs is dat. Shit. Moet een cameraman een voyeur zijn? Voyeurisme is toch een beetje een negatieve... Het is een soort afwijking. En zo zie ik het zelf niet. Ik zie het gewoon als een uiting van nieuwsgierigheid. Mag ik het even zien? Zeg, je bent wel nieuwsgierig, hè? Ja, ik kijk graag altijd even in de pannen. Hey, en zou ik ook even boven mogen kijken? Kijk nog even verder rond in huis, als het mag. Ik ga nu even uw jurk strak houden. Omhoog doen, zeker? Nee, niet omhoog. Even strak houden. Strak dat ik zie hoe het buikje geworden is. Ja, dat is heel respectabel. Had hij pornobraadjes neergegooid? U heeft er nog eentje? Eén, ja. Kunt u die laten zien? Ja, ik schaam me wel. Nou ja. Dat te laten zien. Ja. U heeft ze toch niet neergelegd? Nee, nee, weet ik wel, maar... Ik pak het wel. Ja? Je denkt soms, denk je, nou, dat gaan ze niet doen. Want... Maar toch, hij krijgt vrij snel, weet hij een sfeer te scheppen... waarin mensen bereid zijn om het verhaal echt te vertellen zoals het is. En hij weet bijvoorbeeld in die serie Laten Liefde... weet hij een bejaard echtpaar op de bank binnen 2-3 vragen... binnen een aantal vragen te stellen over hun meest intieme belevenissen, zeg maar, in bed. Weet u ook wat zij het lekkerste vindt? Nou, ik denk dat zij het lekkerste vindt als ik ga borsten om wat. En op de een of andere manier komt hij daarmee weg. Wat is er dan anders? Het feit dat ze... Ja, het is... Ik in je ja, zit... Ja, dat is duidelijk wat ik althans erin was. Ze zit met een vrouw tevreden. In die tijd heette dat masturbatie of onanie. Ja? Tegenwoordig is het... Dat deed u wel voor toe? Ja, dat, ik was de enige niet, heb ik het idee. Vind je het ook goed als hij klaarkomt in je mond? Ja, geen probleem. Geen probleem. Waar hij ook wel heel erg in geïnteresseerd was... dat hij opeens een giroafschrijving van iemand zag op een bureau. En daar zoomde hij dan ook wel graag op in. Waar heb je ze, de bankafschrift? Oh, god. Ja, nou, wil je die zien? Ja? Probeer overal mijn neus in te steken. Ja, nou, dat probeer je, dat doe je. En dat hij ook vindt dat hij alles wat er gebeurt, dat hij dat mag weten. Dus dat hij alles mag vragen. Meneer, wat stelt u een intieme vraag? En hij vindt ook eigenlijk, ja, iemand mag wel zeggen... ik wil geen antwoord geven. Vindt u dat een intieme vraag? Ja, vind ik een intieme vraag, ja. Waarom? Maar dan gaat hij daarna gaat hij zeggen, ja, waarom wil je geen antwoord geven? Dat gaat u niet noemen? Nee. Waarom niet? Dat wil even buiten beschouwing laten. Dat laten we even buiten beschouwing. Daar wil ik het niet over praten. Daar wil u het niet over praten? Nee. Dat herhalen ook van zinnen, dat kan hij ook heel goed. Sommigen die deden ook wel eens een nummertje. Een nummertje? Ja, dat heb ik gehoord, maar het heeft te maken, heb ik begrepen, met zijn gezondheid. Oh, dat heeft te maken met zijn gezondheid? Ja, dat heb ik gehoord. Hij stelt namelijk geen vragen. Hij herhaalt een opmerking. Het is allemaal begonnen met een afvoerpijpje. Een afvoerpijpje? Een afvoerpijpje. Ik heb het moeilijk gehad. Heel moeilijk, echt wel. Heb je het wel moeilijk gehad? Jawel. Een tijd geleden heb ik het gevoel gehad dat de boom mij eigenlijk om hulp vroeg. Dat de boom u om hulp vroeg? Ja. Ik wil zelf een vrouw op gaan doen. U wil een vrouw op gaan doen? Ja, hij zat ook altijd aan mij te plukken natuurlijk, want dat vond hij wel interessant. Aan u te plukken? En Bruine was toch lui? En Bruine was lui? Ja. Het is heel moeilijk om hier te staan. Het is heel moeilijk voor u om hier te staan? Ja. Er ging iets kapot van binnen natuurlijk. Ging er iets kapot van binnen? Jawel. Bent u ook overspannen? Nou, ik dacht het wel. U dacht het wel, ja? Heeft u veel mensen...
Nou, nee, dacht het niet. Nee. Doodgeschoten? Nee, nee, nee. Bedacht het niet? Wat wil je? Hoe is het met de boom? Hij zit nu al lekker in zijn vel. Hij zit lekker in zijn vel. Zo communiceer ik met mensen. Zo communiceer je met mensen? Ja. Zal ik die microfoon zo ingeklapt meenemen? Of, Ingeklapt? Kijk, iemand zegt bijvoorbeeld, nou, dat vond ik niet zo leuk. Nee, vind ik niks aan. En dan zegt Frans... Daar vindt u niks aan? Nee hoor, dat, en dan bij de zon. En dan gaan ze weer door. Ja, dat is Franse tactiek. En moet ik dan volgens de wet van Otlau vragen gaan stellen? Of slaat ze een opmerking op? Het gaat om... Het gaat niet om mijn vraag, het gaat om het verhaal wat zich voor de Kamer afspeelt. Het goede is dat hij een heel klein beetje provoceert. Maar als Ingrid nou een beetje minder kunst zou verzamelen... Hè, dan zou je misschien makkelijker zo'n grotere boot kunnen... Zou kunnen, ja, maar... Hij lokt een beetje... Ja, ze hebben misschien gedacht, die oude mensen die pikken het wel. Juist, dat was het. Maar hij doet dat zo dat de ander zich niet overrompeld of ruw behandeld voelt. Alleen omdat u de muziek ietsje harder had gezet? Ja. Had u niet per ongeluk heel veel harder gezet om ze een beetje terug te pakken? Daarvan gaat veel door het gat in de hand van Agathe. Nou, dan schrijf ik alles op Agathe, dat vind ik niet eerlijk. Nee, wel regelmatig, ja. Mensen noemen het zuigerig. Hij zal dat nooit zelf zuigerig noemen. Frans zuigt niet. Frans stelt vragen. Dus deze deur heeft u om uw buren te pesten? Ja, s'nachts. Nee. Ik dacht dat u bedoelde dat de buren nou mee te pesten. Nee. Dat is een manier, bijna af en toe treiterend. En stiekem iemand een beetje uithollen. Dat is wat hij kan. Zo, een rondje maken door de kamer. Ja. En dat vindt u leuk? Er zit geen matras op uw bed, hè? Nee, dat niet. Dus. Je slaapt gewoon op het spiraal. Ja. Slaapt het lekker? Hè? Toch wel vermoeiend, want het is voornamelijk staan, hè, wat je doet. Hij stelt vrijwel nooit een gesloten vraag. Dus een vraag waarop mensen ja of nee moeten antwoorden. Maar bijna altijd een vraag waarbij mensen iets moeten uitbeelden. Een piepklein berichtje in een krant heeft gelezen. Piepklein, hoe klein? Hoe moet ik dat zeggen? Nou, zoiets. Zo klein. Het was echt zo. Hij pakt hem zo vol, huppakee. Ja. Op de borst. Had hij een hele grote drol. Met zijn drol, ja, die had hij opgepakt en zo, hup. Ja. En die was een beetje zachter misschien? Ja, dat was zacht, ja. Kan u eens voelen hoe het nu gaat met de boom? Ja, ik zie gewoon dingen voor me als mensen iets vertellen. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment doorvraag van hoe ging dat dan? En toen kwam André met het verhaal van als we hem ophangen, dan is het net zelfmoord. En dat zij dan vertelt, Jacqueline geloof ik, dat ze al een haak hadden gemaakt in de kast om die man aan op te hangen of zoiets. En André had een paar dagen van tevoren had hij een haak in de kast gemaakt. Dus dat was voorbereid? Ja. Kijk, dan zie ik het helemaal voor me. Dan zie ik een kast voor me en dan zie ik ze daar met een haak bezig. Goede sterke schroeven, goede pluggen erin. Want die man die moet daar later aan komen te hangen. Want de grootste blinde... Ja, dat is voor mij een beeld... De manier waarop het verteld wordt en de manier waarop er naar gevraagd wordt... zie je het voor je in je geestesoog. Eigenlijk net als in een boek wat je leest. In een boek zie je uiteindelijk ook alleen maar lettertjes. Maar al lezende krijg je hele visioenen eigenlijk voor je. En dat is eigenlijk hetzelfde principe als wat die verhalen doen die uit mensen lospeutert.